Een droom is uitgekomen voor de ongeneeslijk zieke Tijn uit Hapert. Het zesjarige jongetje heeft heel Holland aan de nagellak gekregen. Hij lakt nagels voor het Glazen Huis in Breda om kinderen te helpen die longontsteking hebben. En ondertussen hebben honderdduizenden mensen gekleurde nagels. Gisteren begon de lakactie van Tijn en vandaag werd hij als een grote held onthaald in het Glazen Huis. En natuurlijk begon hij meteen weer met het lakken van nagels. Waarom is het zo leuk dat iedereen zijn nagels lakt dan? Maar wat is daar zo mooi aan? Dat je dan gekleurd hebt. En dat je ook heel veel geld ophaalt, hè? Voor? Service request. Heb je wel door hoeveel geld je aan het ophalen bent? Nee. Ik hoorde net jouw vader zeggen, je kunt er een heel groot huis van kopen. Ja, dat denk ik ook. Ja? Maar waar gaat het geld naartoe? Naar kinderen in een land hier ver vandaan en die ziek zijn. En waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ze anders doodgaan. Tijn, hoe gaat het met jou? Want jij hebt ook iets, hè? Ja. Wat heb jij? Dat weet ik niet. Een balletje in je hoofd, hè? Zo hebben we het altijd over hem, van balletje over zijn hoofd. Dus. Nou, gaan we weer verder. Mag ik jou nog wel vragen om even mijn nagels te lakken en dan geef ik een euro voor het goede doel weer? Oké. Ja. Zo, dus weer een euro erbij voor de actie van Tijn. Het geld blijft maar binnenstromen. Vanmiddag had Tijn dus al meer dan 500.000 ingezameld. Dan kijken we even waar we nu staan met de actie, want dit is de actuele tussenstand van nu, iets over 7:30. 722.032 euro. En dan kan je je voorstellen, er was een streefbedrag van maar 100 euro. Dit gaat dus allemaal naar het Glazen Huis van 3FM. En dat Glazen Huis leek zijn glans verloren te hebben. Vorig jaar werd er minder geld opgehaald dan tijdens eerdere edities. Maar dankzij Tijn is die magie weer terug. Nederland komt in actie voor Tijn en dus ook voor het Glazen Huis. Dit zijn die dingen die Serious Request zo bijzonder maken. Dit is het verbroederende dat deze actie al jarenlang doet en waar wij met 3FM ook voor staan. En ik ben heel blij dat het op deze manier zo uitpakt en dat Tijn dit voor andere kinderen kan betekenen. Iedereen die zijn nagels lakt nomineert 3 anderen en zo gaat het als een olievlek door Nederland. Bekend Nederland doet ook massaal mee, zoals DJ Hartwell, Humberto Tan, Marco Borsato, Geert Wilders en Rico Verhoeven. En inmiddels is de actie van Tijn zelfs de grens overgegaan, want Turkse media die hebben het verhaal opgepikt. Het is zo oneerlijk. Kijk, dat je doodgaat als je 80, 90 bent, ja, zo hoort het leven. Maar 6 jaar, en dat ontroert me zeker. En vooral die krachten en die energie die hij dan heeft om het om te draaien. En als klap op de vuurpijl mag Tijn voor 1 dag burgemeester zijn van Breda. Ik heb namelijk de burgemeester van Breda en die wil jou even iets geven. Oh, de ketting? De ketting, ja. Dat is helemaal waar. Als je ziet wat hij teweeg brengt in de samenleving en wat hij laat zien, wij zeggen hoe klein je kunt zijn en dan toch zo groot voor de samenleving, namelijk opkomen voor de mensen in de derde wereld, ja, dan is Tijn echt een perfecte burgemeester. Burgemeester Tijn, we gaan naar je kamer toe. Ga je mee? Ja. En ook aan de vader, moeder en het broertje van Tijn wordt gedacht. Online wordt er geld ingezameld om zo Tijn en zijn familie de komende maanden zoveel mogelijk tijd samen te geven. En die teller staat ondertussen op zo'n 71.000 euro.